Hallo, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Vandaag ga ik het hebben over onroerend goed beleggingen. Het leuke was, mijn zoon kwam gisteren thuis met het idee van, ja, ik heb nu een idee en daar wil ik het eens over hebben. En normaal als je als vader dan met je zoon praat en die heeft zo'n wild idee, dan moet je hem even teruggaan en van, jongens, zou je dat wel doen? En het is veel geld en nou. Alleen ik heb een klein probleempje, want het idee van hem lijkt eigenlijk op het idee wat ik in Detroit heb gedaan. En ik heb in Detroit 31 huizen op dit moment. En ik ben er nog nooit geweest. Dus wie ben ik dan om hem te vertellen dat hij met zijn onroerend goed idee dat het een slecht idee is? Dat is niet zo. Maar hij moet er wel even goed over nadenken. En ik wil je dat toch even laten zien. Ik ga heel eventjes, ga ik je even laten zien, Detroit vastgoed, als je dat nog niet kent. En dit is mijn website daar. En mijn eerste huis was dit huis. En dat was voor de verbouwing. En dat ziet er niet uit. Het is nu verhuurd, $950 per maand. En ja, eigenlijk een fantastisch huis, vrijstaand, helemaal eromheen. En de ruimte. En ja, prachtig. En een jong gezin zit erin. En andere huizen waar ik heel blij mee ben, dat zijn deze drie huizen. Dit is echt fantastisch. 1, 2 en 3. Deze drie huizen heb ik gekocht. In één koop. Nou, dan heb ik op de site gezet hoe dat precies zat. Maar het was spotgoedkoop. Dit huis gaat nu de markt op voor $1150. Dat zal de marktprijs zijn. De andere twee worden verhuurd voor $900. Deze gaat voor 1150 gaat die de markt op. Nou, deze kan ik niet te veel verhogen, dus dat blijft zo. Maar hier gaan we een nieuwe huurder voor zoeken. De huurder die erin zat is weg. En wordt nu de aankomende weken wordt dat gerenoveerd. Even opnieuw een beetje opgelapt, omdat er natuurlijk iemand in heeft gewoond. Even netjes gemaakt, een beetje up-to-date alles. En dan, ja, dan gaan we proberen die nieuwe huur. En waarom zo'n enorme huur? Want het is flink. Ja, de prijzen daar in Detroit die zijn flink omhoog. En het is een mooie buurt aan het worden waar deze huisjes staan. De school is enorm verbeterd. En je ziet dan het verschil. Dus dat is het leuke. Nou, dit soort dingen. Ik ben er dus nooit geweest. Ik heb die huizen gewoon gekocht op basis van foto's en video's. En wie ben ik dan om mijn zoon te zeggen van joh, jij wil een project gaan doen in Spanje, is het? Dat moet je niet doen. Nou, wat wil mijn zoon gaan doen? En ja, goed, kan ik deze eventjes sluiten. Mijn zoon wil in Spanje, in een plek waar hij bekend is, wil hij of een appartement of een villa kopen. Ja, waarschijnlijk een appartement. En mijn zoon heeft, toen hij nog naar school ging, heeft hij 3 maanden in Spanje gewoond. Daar heeft hij stage gelopen en daar heeft hij wat mensen leren kennen. En heel leuk, Valencia heeft hij stage gelopen, maar in het weekend dan ging hij mee naar het dorp waar zijn gastheer woonde en nog steeds woont. Dus een uur van Valencia af, helemaal in middle of nowhere, fantastisch. Huizenprijzen en alles, ja, op een niveau waarvan wij zeggen van dit kan toch niet. Drie kamer appartement, hartstikke leuk, hè, ruim, maar voor 50.000 euro. En dat is de vraagprijs. Dus ja, dat zijn dan bedragen waar je zegt, nou, daar zou je eens een keer wat mee kunnen doen. En ik heb mijn zoon dus aangegeven, joh, leuk dat je dat idee hebt. Reken het eens door. Ga eens praten ook met die vriend van je die je daar hebt. Wat zijn de belastingen? Maar ook willen ze daar in het appartementencomplex, willen ze daar dat jij daar toeristen inzet? Want als ze dat niet willen, als ze direct met de kont tegen de krip gaan van dat willen we je pertinent niet, dan kan je het beter niet doen. Dan kan je beter een villa kopen. En op het moment dat je buren daar zeggen van ja, maar dat willen we niet hebben, daar krijgen we overlast van en wup, ja, dan begin er gewoon niet aan. Want hij is daar een graag gezien gast. Hij is er al verschillende keren heen geweest. Ontzettend leuk vindt hij het in het dorp. Maar dan moet je natuurlijk niet door iets te doen wat ze daar niet willen, eigenlijk jezelf daar laten wegpesten. Dat zou zonde zijn, want hij heeft daar een hele leuke relatie en vriendengroep opgebouwd. Dus in die zin is het natuurlijk wel hartstikke goed. Want wat je in ieder geval moet hebben, en dat heb ik in Detroit ook, je moet daar relaties hebben met lokalen, met locals. Die moeten namelijk ja, ook voor jou wat willen doen als er wat is dat je niet vanuit Nederland helemaal naar Spanje toe moet om een sleuteltje te geven
aan de huurder, om maar iets te noemen. Of om de verwarming aan te zetten. Daar moet iemand lokaal zijn die dat soort dingen voor je wil doen. Betaal je voor, maar ja, dat is wel belangrijk dat die er is. En dan niet van ik kom volgende week al even, want dan moet je het wel op en neer. Dus dat is echt wel heel erg belangrijk. Nou, die relaties heeft hij, dus dat is goed. Hij heeft ook een deel van het geld, maar wat zijn idee daarover is, en dat heeft hij ook een beetje afgekeken, is van ja, kan ik niet gewoon 6 of 7% rente beloven en dan eigenlijk gewoon het geld dat ik nodig heb om het appartement te kopen, als hij voor het appartement gaat, om dat dan gewoon te lenen tegen het geld. En dan kijken, wat zijn mijn kosten, wat vraag ik ervoor als ik het ga verhuren en ja, waar hou ik dan over? En dat verhuren, daar wil hij echt toeristen vanuit Nederland. Die zeggen van, ik wil naar Spanje toe, maar ik wil het echte Spanje. Ik wil rust, ik wil niet in een toeristische plaats komen. Ik wil echt gewoon in Spanje zitten. Nou, en je gaat hier naar dat dorp, is het een kwestie van naar Valencia vliegen, een autootje huren en je rijdt er een uur naartoe. En dan zit je echt gewoon in Spanje. Het dorp is compleet, hè? Restaurants, cafés. En ja, als mijn zoon daar een appartement gaat kopen, heb je daar ook nog een appartement wat je kan huren. Dus op zich heb ik er ja, geen bezwaar tegen. Dus ik zou de laatste zijn die dat zou kunnen. Maar je moet dat wel heel goed doorrekenen van oké, wat kost je dan die lening? Wat zijn er voor belastingen? Wat verwacht je wat je kan vragen aan huur? Vanuit Nederland is dat wat makkelijker, want lokaal ga je het niet verhuren. Er is niemand die lokaal in dat dorp wil huren, want het dorp is verder in the middle of nowhere. Het is echt wel, als je daar wil komen voor je rust, of nu zoals nu, het is daar 16, 17 graden op dit moment. Dat is toch wel een stuk prettiger als wat wij hier in Nederland en België hebben. Dus in die zin heeft het wel wat. En als je daar dan voor weinig kan zitten, ja, dat zou helemaal niet slecht zijn. Nou, mijn zoon zou dan voor het appartement gaan. Ik ben veel meer van de villa, maar ik heb er een leuke villa gezien, maar die is direct wel 2 ton. Ja, dan praat je wel over iets anders en dan is het wat minder dat je, hè, als een echtpaar zegt van ja, daar wil ik wel heen, die gaan niet een hele villa afhuren met de kosten die eraan zitten. Terwijl je een appartementje met 3 kamers, ja, daar zouden ze dan misschien wel voor kunnen gaan, hè? Want ja, daar kost het niet zoveel. Dus vandaar dat... Ja, hij toch wel in die zin goed ziet van ja, dan moet je toch met een appartement. Maar ja, als je maar 1 appartement koopt in een appartementencomplex, dan is dat ook wel weer een gevaar vanwege het feit dat je buren dan geen last moeten krijgen, maar het ook moeten zien zitten om Nederlandse toeristen, Nederlandse of België toeristen te ontvangen in het gebouw. Dus ja, hij heeft een leuke uitdaging. Hij hoopt er binnenkort toch weer een keertje naartoe te kunnen gaan. Om dat naar ook eens te kijken. En toch eens te bespreken. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk dat voor mijn zoon echt. Die heeft een leuke baan, maar het verdient helemaal niks. En daar zit dus geen toekomst voor hem in. Het is eigenlijk zo weinig dat hij verdient. Dat hij daar niet van kan rondkomen. Als hij als enige... de kost zou winnen in het gezin. En hij woont nog thuis, dus nu hoeft het nog niet, maar daar zit geen toekomst in. Dus hij moet zijn inkomsten aanvullen met andere zaken. Nou, hij is al begonnen met beleggen. Hij doet daytrading, wat hij bij Alois heeft geleerd. Hij is al met Neo Finance bezig. En dit zou een hele mooie opsteker kunnen zijn om dan op een ander vlak ook wat te gaan doen. Daar zit een risico aan. Ja, nou, dat is dan voor hem ook goed om dat te realiseren. Maar het bedrag, hè, als hij zo'n appartement zou kopen voor 50.000 euro, het bedrag is niet direct een dealbreker als het mislukt dat hij helemaal klem komt te zitten. Ik bedoel, dat zou wel vervelend voor hem zijn, maar het zou hem niet direct failliet maken. Dus ik denk dat dat op zich wel een heel aardig idee is. Als je het ook maar weet te verkopen hier in Nederland. Hè, mensen die zeggen van ja, ik wil daar overwinteren, maar ik wil niet aan de kust tussen de andere Nederlandse toeristen zitten. Als je naar het dorp gaat, dan ben je de enige toerist in het dorp. Dus dat is dan wel even een punt. Ze spreken daar, ja, niet iedereen spreekt daar Engels, dus dat is ook wel een puntje. Maar er wordt wel Engels gesproken. Het belangrijkste restaurant in het dorp, daar spreken ze gewoon Engels. De jeugd spreekt ook Engels. Het is niet zo dat het een dorpje helemaal hoog in de heuvels is met alleen maar ouwetjes. Er zit ook nog wel jeugd.
Maar het is wel een uur van Valencia. En wat je dus wel ziet, en dat is dan met die vriend van mijn zoon daar ook, die woont door de week in Valencia en in het weekend woont hij in het dorp. Ja, dus door de week is het daar echt wel wat rustiger. Ja, dat is maar net wat je zoekt. En ik denk dat daar best een markt voor is. Zeker omdat je gewoon veel goedkoper uit bent als aan de kust. Dus dat heeft dan ook weer het voordeel. Maar goed, ik dacht van ik zal ook mijn publiek dat eens vertellen. Ik vind het in ieder geval wel leuk. Ik moet naar mijn vrouw toe wat minder enthousiast zijn. Maar ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee. Maar hij moet het wel eerst goed doorrekenen. Dat is echt van belang. Dat hij niet erin springt zonder dat hij weet wat hij doet. Hij moet dat echt weten van wat de risico's zijn en wat de bedragen zijn waar hij aan moet denken. Maar ja, op zich, ik vind het leuk. En als het daar lukt, dan heb je nog kans dat ik daar zelf ook nog wat ga doen. Als ik zijn connecties ook kan gebruiken. Want dan is het misschien, als het echt lukt, ook om klanten daar te vinden die daar willen overwinteren of in de zomer willen zijn. Ja, dan is dat wel wat hoor. En ja, dat onroerend goed is daar nu gewoon spotgoedkoop in dat dorp. Omdat het een uur van de kust af is. En ja, dan is het nog leuk. En ik denk dat dat voorlopig niet duurder gaat worden. Dus ik hoef geen haast te hebben, en mijn zoon ook niet, om daar dan in te stappen. Want met een oplopende inflatie zie ik niet snel dat die huizenprijzen in dat soort dorpen nu omhoog gaan knallen. Als ze omhoog knallen is het vanwege de inflatie, maar daar heeft iedereen last van. Maar niet omdat de huizenprijzen daar, of de huizen dan ineens veel interessanter gaan worden. Want hoge inflatie betekent toch ook vaak dat mensen minder koopkracht hebben. En dat is op zich niet goed voor de huizenprijzen. Dus in die zin hoeft hij geen haast te hebben. Ik hoop dat je de video leerzaam misschien interessant vond. Geef dan een like en abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan moet je eventjes inloggen bij YouTube en dan kan je dat doen. Druk ook op die blauwe bel en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!